Het is natuurlijk heel normaal voor ons om batterijen in te zamelen. Dus waarom geen kurk? Net zo makkelijk. Dat moet eigenlijk net zo vanzelfsprekend worden dat we die kurk van de fles even apart leggen en naar zo'n recyclepunt brengen om weer mooie materialen van te maken. Van grondstof voor schoenzolen tot toepassing in de ruimtevaart. Kurk kan op vele manieren worden hergebruikt. Af en toe, als hij vol is, dan wordt het opgehaald. Dat gaat naar een sociale werkplaats. Daar wordt granulaat van gemaakt. En dat kurkgranulaat wordt weer toegepast voor isolatiemateriaal in de bouw of grondbedekking in de tuinbouw of op sportvelden. Het restaurant zamelt zelf al fanatiek kurk in en hoopt dat andere restaurants volgen. In West-Friesland zijn we zeker de enige. Dus het is de bedoeling dat die tonnen steeds meer overal komen te staan en dat zoveel mogelijk mensen hier aan mee gaan doen. In ieder geval gaat er bij ons heel veel wijn doorheen. Dus die kurken stoppen we in ieder geval in de ton. En ik hoop dat mensen af en toe een zakje komen brengen. Het zou ontzettend leuk zijn.